Van oorlog naar vrede, van wapens naar compromissen, van prikkeldraad naar vrij reizen, van autoritaire regimes naar democratische rechtsstaten. Dat is de richting waarin Europa sinds de Tweede Wereldoorlog zich heeft bewogen. En dat lijkt zo vanzelfsprekend. Maar de kernwaarden waarop de Europese Unie gebouwd is, worden geschonden. De rechtsstaat, vrije pers en de rechten van minderheden zijn in het geding. In Polen worden rechters de speelbal van politici. In Italië stuurt de minister van Binnenlandse Zaken een online trollenreger op je af als je het opneemt voor een Roma of een migrant. In Roemenië worden corruptiebestrijders ontslagen zodra ze eindelijk effectief worden. En in Hongarije bouwt Orbán een illiberale staat waarin onafhankelijke kranten, tv-zenders en universiteiten hun deuren moeten sluiten. Toch houdt de christendemocratische familie niet alleen vast aan Silvio Berlusconi, binnenkort weer collega in Brussel van het CDA, het houdt ook vast aan Viktor Orbán. En voor deze, volgens sommige onmogelijke opdracht, stond Judith. Om de Europese waarden overeind te houden en om maar liefst 2/3 van het parlement mee te krijgen om Orbán te houden aan het Europees verdrag waar Hongarije zelf zijn handtekening onder zette. Judith hield haar hoofd koel in een direct debat met Orbán. Ze zette de harde feiten over Hongarije op een rij. En ze overtuigden het CDA en andere christendemocraten om een rode streep te trekken tegen hun eigen familielid. Zo lukte het haar om de uitholling van de democratie en de rechtsstaat in Hongarije een halt toe te roepen. Een unicum in de geschiedenis van het Europees Parlement. Een unicum na 10 jaar succesvol optreden in het Europees Parlement. Ik wil daar graag vandaag heel erg Judith voor bedanken. Judith, dankjewel. Stockholm, 20 augustus. 1 deelnemer, Greta Thunberg. Brussel, 2 december, 65.000 deelnemers. Parijs, 8 december, 17.000 deelnemers. 18 januari in 50 Duitse steden, 30.000 scholieren. 24 januari in Brussel, 35.000 scholieren. 7 februari in Den Haag, 15.000 scholieren. En gisteren duizenden scholieren in het heel Verenigd Koninkrijk. En Amsterdam op 10 maart de grootste. Europeanen jong en oud voor verandering. Zij pikken het niet langer dat het vliegtuig goedkoper is dan de trein. Ze pikken het niet dat mensen bedrogen worden met schoemeldieselauto's. Dat steeds meer dieren worden versleept, opgehokt en vervolgens in kiloknallers tegen een prikkie in de supermarkt liggen. En ze hebben genoeg van dat hun energierekening stijgt terwijl de grootste vervuilers gratis CO2 mogen uitstoten. Ze willen hun eigen bijdrage leveren. Maar in je eentje begin je weinig tegen de luchtvaartindustrie, tegen de bio-industrie, tegen Shell, tegen de Duitse auto-industrie. Daarvoor heb je Nederlandse en Europese politici nodig. Politici die de vervuilers tot de orde roepen. Klimaatverandering houdt me al tientallen jaren bezig. Klimaatverandering bracht me naar Brussel. En klimaatverandering brengt me ook nu weer naar Brussel. En het is echt heel mooi. Iedereen praat nu over klimaat. Premier Rutte gaat los op CNN. Eurocommissaris Timmermans twittert verliefd op alle scholieren.
En christendemocraten proberen het succes van het Parijsverdrag hun succes te laten zijn. Al jaren zitten ze aan de knoppen, in Den Haag en in Brussel. En nu ze dan eindelijk inzien dat klimaatverandering toch geen linkse hobby is, moeten we dan geloven dat zij voor verandering gaan zorgen? Ik hoopte dat jullie dat goede antwoord zouden geven. Ze verhullen hun gebrek aan daadkracht achter vage doelstellingen voor de verre toekomst. Klimaatneutraal in 2050. Heel makkelijk gezegd. Maar in plaats van scherpe keuzes voor de landbouw, de auto-industrie, voor transport te maken, schuiven zij het klimaatprobleem door naar onze kinderen en kleinkinderen en leggen ze de verantwoordelijkheid bij de zwakste schouders. Wij maken die keuzes wel. Geen subsidie meer naar landbouwbedrijven die niet vergroenen. Geen auto meer op de Europese markt die niet aan onze eisen voldoet. En de luchtvaart gaat eindelijk betalen voor een uitstoot. De inkomsten investeren we in schone treinen. Het wordt tijd dat we niet langer praten over klimaatbeleid. Het wordt tijd dat we het gaan doen. Maar klimaatbeleid kan niet zonder sociaal beleid. Zolang 28 landen een wedstrijd houden om zoveel mogelijk belastingvoordeel te geven aan de grootste vervuilers en de grootste privacy-schenders, leggen de mensen het af tegen multinationals. Eind jaren 90 was de winstbelasting voor bedrijven in de EU gemiddeld 35%. Op dit moment is dat iets meer dan 20%. Wat zijn beloftes over een sociaal Europa waard als de rekening terechtkomt bij gewone mensen en in plaats van bij de multinationals? Premier Rutte heeft door dat Europa meer streetwise moet worden. Maar niet alleen meer streetwise naar China of Rusland, maar juist ook naar Shell, Apple, Facebook en Volkswagen. Ook dat brengt me naar Brussel. Om de marktdenkers wakker te schudden uit een naïeve droom dat verandering vanzelf gaat. Dat minder regels goed zijn voor banken en multinationals. En dat Europa er alleen is voor handel en marktwerking. Ik ga voor verandering van Europa, voor een sociaal en groen Europa. En ik kom daar samen met minstens 3 andere GroenLinksers. Ik kom samen met minstens 70 groene collega's uit de rest van heel Europa. Wij Europese Groenen gaan de sleutel vormen voor een nieuw Europees bestuur. Met jullie steun, met jullie hulp, voor Europa, voor verandering. Dank jullie wel. Yeah.